Ja, het voelt inderdaad als een thuiswedstrijd. We zitten ook al veel bekende klanten, Gorillas, waar we mee samenwerken. Dit is het pak. Jullie kennen het al. Dit ligt al in een hele hoop supermarkten. Ik wil jullie toch even eerst aan ons primaire team voorstellen, want we zijn zo inclusief als de pest. We hebben namelijk alle kleuren. En de meeste dames voor ons werk, dat zijn natuurlijk de koeien. Die staan hier op nog geen 10 kilometer afstand, staan ze voor jullie te werken. En Wes, we hadden het over hot en sexy, hè? Het product moet hot en sexy zijn. En Wes is hartstikke mooi voorbeeld, want Wes is een van de boeren die zich ontzettend inzet voor de weidevogels. Van iedere liter die wij verkopen gaat er 2 cent rechtstreeks de achtertuin van Amsterdam in. En het gaat naar de weidevogels. We werken samen met de vogelbescherming en die waarderen en valideren eigenlijk onze inspanningen. Dat noemen we de natuurprestaties. Met ons product koop je dus een product wat direct invloed heeft op je leefomgeving. De sportiefste kwark van Amsterdam. Ons volgende product. Hoe leuk is het, hè? Als je hier die kant op rijdt, dan rijdt of loopt of fietst, dan loop je tegen de Amstelaan. Ik woon zelf hier in de buurt. Ik zie daar heel veel mensen fietsen, hardlopen, zwemmen, roeien, recreëren. Dus de sportiefste kwark van Amsterdam lijkt me een heel gepast product. En ik hoop dat jullie daar aan mee gaan werken. En wij zullen alle bronnen die we ook kunnen openstellen, kunnen we openstellen in de blockchain. Hè, zodat we naar een mooi eerlijk voedselsysteem toe kunnen, waarbij de eindgebruiker misschien wel weer de regie gaat krijgen. Dank jullie wel.